goed dat je kijkt. Kerst op het plein is al jaren een fenomeen in Heemskerk. Een groot podium op het Nieleplein met muziek en een theaterproductie door het Bonhoeffer College. En zo met elkaar in het dorp kerst vieren. Dit jaar zal het niet op het plein zijn. Door de coronabelemmeringen vindt het binnen plaats in het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap. En we zijn blij dat Omroep Heemskerk het opneemt en uitzendt. We gaan er straks naar kijken. A perfect Christmas present. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst een gesprek met jou. Gert Dammer, hartelijk welkom. Ja, Gert, Kerst op het Plein is natuurlijk al jaren bezig, ieder jaar weer. Maar het is klein begonnen, hè? In 2011, ja. Zeg ik het goed? Mijn vrouw is Engelse, kende Anglicaanse kerk. Die had een geweldig goede zanggroep, juist. Dus die werd genodigd. Nou, dan heb je de 10, 15 mensen op een heel kaal, leeg Nieleplein. Maar wonderlijk genoeg kwamen daar iets van 200, 250 mensen op af. Ja. En zo is het begonnen. En dat hebben we een paar jaar gedaan. En toen zei iemand, je zou eigenlijk eens naar Klaas Sabel moeten gaan van het Bonhoeffer College. En zo is het eigenlijk begonnen met het Bonhoeffer College. En daar zijn we nog steeds mee in gesprek. En ook dit jaar nog. Want het Bonhoeffer College heeft een theatergroep en heeft veel muziek in huis. Ja. En die brengen ieder jaar een kersttheater op de bühne. En dat is dus naar Heemskerk gehaald. Ja. Wat zit daarachter? Wat is jouw drive om toch ieder jaar weer met dat kerst de mensen naar dat plein te halen? Nou, er gebeuren wonderlijke dingen. En op een of andere manier raakt dat me. En ook het publiek. Zeg maar het voorbeeld. George en Widad woonden in Syrië. En George die was van plan om naar Nederland te gaan. En dan zegt zijn vrouw, Widad, tegen de kinderen. Papa gaat naar Nederland toe om een huis voor ons te regelen. George komt in the middle of nowhere terecht. Pakt de draad weer op, komt uiteindelijk in Heemstede terecht. En geloof het of geloof het niet, hij vindt daar een huis. Dus wie dat komt met de kinderen hier naartoe. En op een of andere manier, zij zijn in staat geweest om hun weg in Nederland te vinden. Maar wat heeft dat met dat kerst te maken? Nou, kerst is natuurlijk een onderdeel van de samenleving. En in de samenleving gebeuren dingen. Mm-hmm. En dit zijn twee mensen die in een situatie zaten waar ze niet het gevoel hadden vooruit te kunnen komen. En als je dan de drive en de guts hebt om weg te gaan, dan is dat nogal wat. Hè? En dan hoor je ook van ze dat zij ook zeg maar vanuit hun geloof het idee hadden van nou, dit is de weg die we graag gaan willen. Mm-hmm. En dat is er met George en wie dat gebeurt. Het is, dat oude verhaal heeft nog steeds zijn waarde en er iets ervan gebeurt in levens van mensen. Ja. En nu dit jaar, zoals al gezegd, door alle coronabelemmeringen, niet op het plein, maar binnen, maar je wilt er als het ware ook nu weer een verbinding slaan naar de samenleving. Hè? Ja, Je wilt er als het ware de boer mee op met dit verhaal. Ja. Wat gaan jullie doen? Nou, het interessante is Charles Dickens, A Perfect Christmas Plan. Ja, dan kom je dus ook in gesprek daarover en dan heb je het over wat er met de hersenen gebeurt, wat er ingeplant kan worden, hoe mensen met elkaar omgaan. Ja, wat je nu zegt is al een kleine hint naar het verhaal. Hè. Het gaat over iemand die bezig is met een soort chip enzovoort, met robotisering van mensen. Ja. En dat raakt aan thema's van nu. Ja, je wilt dat mensen met elkaar in gesprek komen. Ontmoeting en vriendschap zijn dan een beetje de kernwoorden gevonden. En zo proberen we dat ook in Heemskerk vorm te geven. Dat je zegt van, op het moment dat vriendschap en ontmoeting de rode draad vormen, dan kunnen er ook nieuwe dingen gebeuren. En dan ben je ook in staat om nieuwe ontwikkelingen samen te entameren. Ja, dus jullie gaan echt na de kerst in januari, februari, maart gesprekken organiseren in de wijken. Ja. Naar aanleiding van dit verhaal dat wij nu gaan zien. Veel plezier met A Perfect Christmas Present. Thank you.
vrolijk. Weet ik veel? Zeg het gewoon, ik heb echt geen zin in raadsels. Jij bent ook saai, zeg. Het was la 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 la. Nou, leuk zeg. Wat doe je überhaupt in mijn kamer met dat vieze schort? Je weet dat ik later open wil worden en daarvoor ben ik dus aan het oefenen. En een schort hoort daarbij. Ga dan maar weer verder oefenen. Waar ben je eigenlijk mee bezig? Ik ben bezig voor een schoolproject. Maar je gaat toch nog naar school? Ik ben druk bezig, dus ga maar weer obertje spelen. Ik weet heus wel dat je niet met school bezig bent, hoor. Als je zo slim bent, weet je ook dat je nu beter kan gaan. Nou, jij had een blaadje beneden laten liggen. Ik weet niet precies wat het is, maar het ziet er ingewikkeld uit. Even stel op, ik weet meer dan jij denkt. Daar begrijp je toch niks van. Daar ben je veel te jong voor. En ik moet dit nog inleveren. Het is heel belangrijk, dus dat ben ik aan het doen. Als je niet weet waar je het over hebt, stop dan je neus niet in andermans zaken. Wat een onzin. Ben je met verkeerde bij het bed gestapt of zo? Ik kom er heus wel achter waar je mee bezig bent. Je doet maar. Je gaat toch niets vinden. Hier, ik heb nog wat afwas. Neem je dat even mee? En tafel 13 moet nog bediend worden. Aan de slag. Oh ja, dat is waar ook. Wil je me helpen voor een gerecht bij het kerstontbijt vanmorgen? Ik heb al heel wat leuke ideetjes, dus heel veel werk is het niet. Wat denk je zelf? Dacht het niet. Je bent slim genoeg om het zelf te doen en ik ga er toch niet heen. Nou, sorry dat ik het vroeg. Laat me eens kijken. 96 dunne, flexibele draden. Ruim 3000 elektroden. 6 draadjes per minuut door de schedel. Kijk nou wat je hebt gedaan. Nu is mijn hele project gesloopt. Dat maakt me helemaal niks uit. Had je me niet zo lelijk tegen mij moeten doen? Uit mijn kamer, nu. Ik hoef hier voorlopig niet meer te zien. Het spijt me dat ik je vroeg voor het kerstontbijt vanmorgen. Het is een kerstontbijt. Lekker belangrijk. Wat mij het nou uit? Het is Roosneel stom. Ik haat je. Yeah.
Shit. Niet bellen. Hey, Marleen. Hey, Carolien. Dat is lang geleden. Waarom belde je? Hoi, ja. Ik verveelde me en ik dacht, ik kijk even hoe het met jou gaat. Nou, met mij gaat het goed hoor. Ik heb zo'n etentje met een paar vrienden, dus dat wordt vast gezellig. Ja, leuk. Veel plezier. Thanks. Hoe gaat het met jou? Goed. Ja, school gaat goed. Veel met vrienden afspreken. Mooiste kerstontbijt. Heb samen met Tim een gerecht gemaakt. Is goed gelukt. Oh, leuk. Hoe is het met Tim en je ouders? Ja, goed. Tim is beneden aan het bakken. Voor mijn ouders zijn midweekje weg. Ik kom morgen weer terug. Oh ja, leuk. Ik heb je wel gemist, weet je dat? Over wat er is gebeurd. Daar wil ik het niet over hebben. We moeten toch een keer uitpraten, hè? Ik ga het niet over het verleden hebben. Daar heb ik het veel te druk voor. Ik heb nog allemaal werk te doen. Is vriendschap niet belangrijker dan? Moet jij nodig zeggen. Als jij mij niet in de steek had gelaten, was het nu al lang af. Je bent nog steeds bezig met dat project? Ja, sorry hoor. Jij was toch degene die was weggelopen met dat hele verhaal over die rare hallucinaties? Het waren geen hallucinaties, het was echt. Ze hebben me laten zien dat het niet goed is waar we mee bezig waren. Het is wel goed en daarom ben ik doorgegaan. Dit wordt de toekomst. Nee, dit verpest de toekomst. Zie je dan niet waar je mee bezig bent, Carolien? Je duwt iedereen weg. Eerst je klas, toen ik, nu je eigen familie. Stop met dat project en leef in het nu. Ik mis je, Carolien. Ik ga door met dit project en niemand kan me stoppen. Zeker jij niet. Luister nou naar me, ik probeer je alleen maar te helpen. Grijp die kans die je geboden wordt door de drie verschijningen. Ik heb je hulp niet nodig. Het project gaat goed. Je zou trots op me moeten zijn. Het is nog niet te laat, Carolien. Now everybody just walks away. Hey.
Caroline? Siri? Ik heb je toch helemaal niks gevraagd? Ik ben Siri niet. Siri is alleen een stem. Mij kun je gewoon zien. Waar dan? Hier. Of hier. Of hier. Ben ik gehackt? Wie doet dit? Je bent niet gehackt. We kennen elkaar al lang. Ik ben het geheugen van je computer. 3 terabyte. Jarenlang heb ik alles voor je bewaard. Al je foto's van Insta. Snapchat. Facebook. Fine. Musical.ly. Je bedoelt TikTok. En dat is toch allemaal verleden tijd? Ik kijk alleen vooruit. Oh, is er iets gebeurd in het verleden dan? Iets pijnlijks? Ik voel dat je iets kwijt wil. Jij voelt helemaal niks. Je bent gewoon een dom rijtje 0 en 1. Meer niet. En jij bent een klomp atomen. Wat is het verschil? We zijn allebei Lego. Nou, daarom voel ik zelf dus ook niks. Dat heb ik wel afgeleerd. En wanneer ik klaar ben met dit project, dan hoeft niemand meer iets te voelen. Geen woede, geen angst, geen verdriet. Ik wil je iets laten zien. Iets van vroeger. Jouw eerste schoolfeest uit de brugklas. Nee, hoe kom je eraan? Die foto heb ik toch gewist? Je had een jurk geleend van Marleen. Ze wilde per se dat je meeging naar het schoolfeest. Vlak voordat jullie naar binnen gingen, was je bijna naar huis gegaan. Maar Marleen nam je mee naar binnen. Ik wil niet naar binnen, Marleen. Ik val veel te veel op. Stop je nou met zeuren. Je ziet er prachtig uit. Ik ben het assenpoester. Dan heb je nog precies 2 uur om te feesten. Wacht hier, ik haal wat te drinken. Nee, stop hiermee! Jouw klasgenoten waren ook op het feest. En dat was precies waarom jij niet heen wilde. Ze maakten altijd nare opmerkingen wanneer Marleen niet bij je was. Zo ook deze avond. Hey Caroline, wat zie je er opvallend uit? Ik heb jou geloof ik nog nooit in een jurk gezien. Het is toch even kleedfeestje? Wat heeft die nou aan? Jongens, de bruidstaart is gearriveerd. Oh, alsjeblieft. Hey, moet je Caroline zien? Die zei dat ze een meisje was. Is dat Caroline? Wat zit er eigenlijk allemaal onder? Kijk nou, hier zit een plek. Marleen! Ze roept een prins op het witte paard. Ik dacht dat ze weer op prinsessen viel. Laat haar nou met rust. Vlak nadat je weg was, kwam Marleen terug met de drankjes. Hebben jullie Caroline gezien? Ze zei dat ze dat gordijn wat ze aan had even ging terughangen. Waarom doen jullie dit? Blijf nog maar even kijken. Ik weet dat je er niet bij was, maar het is belangrijk om ook dit te zien. Die jurk was eigenlijk best mooi. Het stond haar goed. Door jullie is ze nu wel naar huis gegaan, zet je klootzakken. We maakten gewoon geintjes, vrienden onder elkaar. Ik vind het geen geintje dat je zegt dat ze op prinsessen valt. Iedereen weet het toch? Wat dan? Ze heeft altijd van die broeken aan, van het korte haar. Weet je, sorry dat niemand dit jullie al eerder heeft verteld, maar het is al een tijdje bezig. Wat? De 21ste eeuw. Jongens, ik ben echt dik in deze kleren. Heeft iemand van jullie kleren zeul? Zit een puistje midden op mijn neus. Die jurk is veel mooier dan ik me herinner. Kijk eens naar jezelf. Een leuke meid. Knap ook. Nou, dat zag ik toen niet hoor. Was veel te druk bezig met door de grond zakken. En die pestkoppen? Ja, gewoon een stel kleine kinderen. Allemaal bang om er niet bij te horen. Bang om raar gevonden te worden. Ze waren al een stuk groter en gemener in mijn gedachten. Marleen was de coolste van allemaal. Ze trok zich niks aan van wat andere mensen vonden. En ze was mijn beste vriendin. Als ik zie hoe ik toen naar haar keek, dan heb ik daarna nooit meer zo gevoeld. Nooit meer zo durven voelen. Weet je, Caroline, het is makkelijk om terug te denken aan alle dingen die vervelend waren. Om te denken... Dit ging slecht. Ik kan het niet. Natuurlijk lachen ze me uit. Mensen kunnen veel sneller zeggen wat slecht ging. Terwijl het juist zo belangrijk is om naar de goede dingen te kijken. Om terug te denken aan de mooie momenten. Om die gedachten vast te houden. Deze avond die ik jou liet zien, daarvan heb je alleen de vervelende dingen onthouden. Omdat je alleen aan die momenten hebt gedacht.
terwijl er ook zoveel moois gebeurde. Jij was onzeker. Maar wat dacht je van al je klasgenoten? Die waren misschien nog wel veel onzekerder. Ze keken naar je op, omdat jij wel zo uitgesproken jezelf durfde te zijn. En dat ben je na deze avond ook verloren. En dat is zo jammer, want je kunt zo trots zijn op jezelf. Op wie je bent. Op waar je voor staat. Op dat wat je allemaal al bereikt hebt. Maar het is wel belangrijk dat je naar de mooie momenten blijft kijken. Naar die van de mensen om je heen, maar zeker ook naar die van jezelf. Ja, misschien heb je wel gelijk. Dus hoe noemde je mij? Een dom rijtje nullen en ene. 1-0 voor jou. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. Victor zou deze voetbal geweldig vinden. En een happy face voor Sam. En de, wat zullen we eens doen? De tennisbal voor Koen. Oké, nu alleen nog op de etalage. Nee, nee! Hou je bek! Mijn cupcakes, ze zijn geruineerd! Ja, karma! De hele dag aangewerkt. Alweer laat ik iets mislukken. Ik kan ook nooit iets goed doen. Ik laat altijd alles vallen. Ik gooi te veel zout in of ik laat het verbranden. Wie wil er nou zo'n waardeloze ober? Obers zijn snel, professioneel en vakkundig. Alles wat ik niet ben. Ik kan maar beter mijn wiskundehuiswerk gaan maken. Dan krijg ik tenminste nog een baan. Alweer een sneeuwfoto. Ik snap niet waarom mensen dat zo nodig moeten posten. Echt, ik kijk naar buiten en dan zie ik het ook wel. Vet gaaf. Kijk Hendrik, deze is net als jij. Oh, Marleen is live gegaan. Marleen, wat zou zij vanavond aan het doen zijn? Alweer?
Kijk, ze is live. Klik er nou op. Dat wil je zien. Ja, dat betwijfel ik. Als ik erop klik, vertel jij me dan wat je hier doet? Ja, ja. Klik nou maar. Klik, klik. Oh, nou zijn ze al niet meer live. Maar ik kan je alsnog laten zien wat ze nu aan het doen zijn. Kijk al deze gezelligheid. Gezellig samen, volgens de kerstgedachte, sociaal zijn... Ja, wat boeit mij dat? Ik ben daar toch niet? Kom aan, wil je niet gewoon met... Ik wil helemaal niks. Wie ben jij überhaupt? Nou, jonge dame, ik ben het hier en nu. En ik ben hier om je te laten zien wat je allemaal mist. En geloof me, dat is nogal wat. Wat ik allemaal mis? Ik heb alles wat ik nodig heb. Als je me even laat uitpraten... Als jij mij even met rust laat... In de 428,5 jaar dat ik dit doe. Kom aan, voor eens in je zielige, pietenpeuterige, kleine rotmensenleventje. Hou je mond, luister naar me en kijk toe, respectloos scharminkel dat je bent. Nou ja, kijk gewoon maar even. Hey. Oh, je ziet echt leuk uit allemaal. Ja, hey. Leuk. Thanks. Hey. Iemand nog een kerstkransje? Oh, nee, dankjewel. Oké. Oh my, wie heeft dat meegenomen? Niet. Wie neemt er nou augurken mee? Hou op met me. Wacht eens. Nam het ene meisje een keer mee naar het kerstontbijt? In de brugklas, ja. Wie was dat ook weer? Carola. Nee, gek. Niemand onder de leeftijd van 40 heet Carola. Caroline! Caroline! Die zie je ook nooit meer op school. Nee, ze is ziek of zo. Hoop het niet. Ik zou het niet weten. Maar gaat het wel? Ja, ja, prima. Oké, daar trappen we dus niet in. Spit it out. Nou ja, misschien een beetje random en zo, maar die Caroline waar jullie het dus over hadden, had mij dus gebeld vandaag. Hoezo dan? Ja, weet ik niet. Maar jullie weten toch wel dat we bevriend waren? Ja, in de brugklas of zo. Ja, in die tijd waren we met een best wel groot project bezig. Voor bruggetjes dan, snap je? Oké. Waar gaat dit heen? Nou ja, het was dus eerst alleen een TNO-project. Maar we werden zo enthousiast dat we probeerden verder te gaan. Het kwam erop neer dat we probeerden een chip te ontwerpen die ziektes kon genezen. Je was 11. I know. Maar je moet grootste dromen, toch? YOLO. Anyway, dat was eerst ons plan. Ziektes genezen. Maar toen hadden we een grote ruzie en wilden zij weet ik veel wat allemaal doen met die chip. En toen ben ik ermee gestopt. Met het project en onze vriendschap. Ik heb er sindsdien niet meer gesproken. Totdat ze vanmiddag belde. Jemig. Ja, wat een verhaal. Het is raar hoor. Het is een lange tijd geleden, maar dat belletje zette me toch aan het denken. Ik bedoel... We hebben het gewoon niet zo goed afgesloten in de brugklas. Maar we hebben een leuke tijd gehad. Ik bedoel, wie neemt er nou augurken mee naar een kerstontbijt? Caroline was nooit saai. We hebben zo vaak gehuild van het lachen. Het is gewoon een beetje raar om daar nu aan terug te denken. Ik had eigenlijk best wel veel respect voor haar. Ze was de enige die zichzelf durfde te zijn. Ik wou dat ik vroeger zo was. Wat naar dat mensen haar zo behandeld. Ja, jeetje, die Caroline. Hoor je dat? Ze mist je. Oh, hou op zeg. Jij weet toch ook wel dat dat niet zo is? Iedereen zit vol valse beloftes en laat mij uiteindelijk alleen achter. Marleen deed dat ook. En dat is dus jouw probleem, Caroline. Als je nou wat vaker een stap uit de deur zet, zul je zien dat niet iedereen tegen jou is. Nou, daar merk ik niks van. Onzin. Er zijn zat andere mensen met wie jij een klik zult hebben. Waar zijn ze dan? Nou, misschien buiten, maar daar merk je weinig van, omdat je dit donkere hol van je nooit uitkomt. Ja, waarom zou ik? Ik heb niks met mensen, mensen hebben niks met mij. Mensen dit, mensen dat, niet iedereen is zoals je denkt. Echt wel, je hebt geen idee wat ik allemaal heb meegemaakt. Laat het verleden dan toch voor wat het is. Ga erop uit, ga naar buiten. Er zijn zat andere mensen met wie jij een klik zult hebben. En er zijn zoveel verschillende mensen te vinden. Nee, mensen zijn niet verschillend. Niemand accepteert mij en niemand mag mij. En waarom? Ze denken zoveel, ze voelen zoveel, ze vinden zoveel. Ik wil dat het stopt. Meid? De chip, ik moet... Caroline, laten we weer gaan kletsen. Caroline, je moet even goed nadenken over wat je nu wilt gaan doen. Oh, alle gekheid op een stokje. Ik krijg hier toch al niet genoeg voor betaald.
Kijk, Hendrik. Het begint. Wat is het? Uw ontbijt. Ja, maar wat is het? Uw ontbijt. Dankjewel. Eet smakelijk. 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 Wat is dit? Wie ben jij? Wie zijn dit? Is dit de toekomst? Welk jaar is het? 2022. Dit is de toekomst. Wat is 382 keer 412? 157.384. Dat klopt. De kleurcode van mosgroen. 2F4538. Mijn naam is Bond. James Bond.
Ze zijn perfect. Hoe voel je je? Error. Hoe voel je je? Error. Je kunt toch wel zeggen hoe je je voelt? Error. Wat is er zo net gebeurd? Robot hashtag 00703 is defect en wordt vernietigd. Tim? Error. Het is groen en heel vrolijk. Sla, la, la, la. Ha, 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 ha. Ha. Het is rood en heel stom. Caroline. Marleen? Had ze dat maar nooit bedacht. Had ik dit maar nooit bedacht? Hallo, jij bent überhaupt degene die dacht, oh, we gaan een chip error maken. Oh, we gaan ziektes genezen. Dat ik gewoon error meer... Wat nou, error? Kun je niet één keer eventjes naar mij luisteren? Error. Nee, nee, nee. Nee, wat ben je aan het doen? Dit kun je toch niet maken? Alsjeblieft, het spijt me, oké? Okay? Het spijt me. Ik wil terug, ik vernietig de chip. Ze had gelijk, alsjeblieft. Kom op, kom op. Hé, hey, die slalalalalach, wat heb je van mij? Godzijdank, je bent weer de oude. Ben ik weer de jongen geweest dan? Ja, laat maar.
Ik denk dat ik toch wel meega naar het kerstontbijt. Oh, gezellig. Wat heeft van gedachten veranderd? Lang verhaal. Is je gerecht nog gelukt? Ja. Nee, dat is helemaal mislukt. Zal ik je helpen? Maar je kan toch helemaal niet koken? Ja, alsof jij zo goed... Ik bedoel, ik kan misschien niet zo goed koken, maar ik kan je helpen. En jij bent zo goed, misschien leer ik nog wat van je. Dat vind ik een beter idee. Oké, waar beginnen we? We gaan kant-en-klaar poffjes maken, dus we beginnen bij de oven. Oké, ik kom er zo aan. Ik moet nog één ding doen. Oké. Caroline? Marleen, het spijt me zo ontzettend. Ik ben zo naïef geweest. Al die tijd dacht ik dat de chip dé oplossing zou zijn voor al mijn problemen. Voor iedereens problemen. Maar ik ben zelf de oplossing. Samen met iedereen op deze wereld. Iedereen is verschillend en uniek en dat maakt het leven juist leuk. Zonder onze verschillende karakters en gevoelens is er niks aan. Ik zie nu in dat ik een fout heb gemaakt. Dat project was het slechtste idee ooit. Daarom heb ik de chip en al ons werk vernietigd. Dat had ik al veel eerder moeten doen. Ik had naar je moeten luisteren. Het spijt me. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Het enige wat ik kan zeggen is dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Dat weet ik zeker. En ik ben zo blij dat je eindelijk inziet wat voor stom idee die chip was. Ja, en het spijt me trouwens ook dat ik je aan de kant heb geduwd, Marleen. Jij was altijd de enige op wie ik kon vertrouwen en voor wie voor me opkwam. En ik heb je in de kou laten staan. Dat had ik nooit mogen doen. En dat spijt me ontzettend. Het is oké. Ik kan toch niet eeuwig boos op je blijven, of wel? Je kon wel lang boos op me blijven. Ik bedoel, hoe lang geleden is het... Ik bedoel... Dank je wel dat je me vergeeft, Marleen. Ik heb je echt gemist. En nogmaals sorry. Sorry voor alles. Ik heb jou ook gemist. En ik hoop je snel weer te zien. Oh ja. En een vrolijk kerstfeest. Vrolijk kerstfeest. I'm
Mensen, wat een prachtig stuk en wat mooi neergezet. Daan en Tess, Merel en Lotte van het Bonhoeffer College. Jullie zijn bij het stuk betrokken geweest en jullie zijn ook te zien geweest. Hoe was het om hier zo bij betrokken te zijn? Hoe heb je het ervaren? Ja, dat was, het was heel bijzonder om aan een theaterstuk mee te kunnen te helpen met dit soort dingen opzetten. Dat is wel heel leuk om te doen. Ja, leuk. Ja. Want jullie twee, Daan en Tess, jullie zijn de schrijvers. Misschien niet de schrijvers, er zijn misschien ook nog meerdere schrijvers. Ja. Vertel eens, hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk? Hoe komt zo'n stuk nou eigenlijk tot stand? Nou, we komen sowieso meerdere keren bij elkaar. De eerste keer is gewoon een beetje om je te oriënteren, te kijken wat voor ideeën iedereen heeft. Mm-hmm. En dan krijg je verder de opdracht om zelf nog een beetje door te brainstormen. De volgende keer komen we bij elkaar en dan gaan we een beetje proberen te zorgen dat we de stukjes een beetje bij elkaar kunnen leggen. Dat we bepalen wat we gaan doen en dan de eerste versies van de scènes schrijven voor de volgende keer. En dan komen we nog een keer bij elkaar en dan gaan we elkaar feedback geven. En dan nog herschrijven. En dat is het wel zo'n beetje. Ja, en dit is allemaal al gebeurd in het voorjaar. Ja, hè? Het is echt een hele tijd geleden. Je bent eigenlijk alweer een beetje vergeten en ineens is het er. Ja, ging ik gisteravond het script lezen. Had ik al een hele tijd niet gedaan. Het stuk is natuurlijk, hebben we allemaal kunnen zien, gebaseerd op dat klassieke kerstverhaal van Charles Dickens. Hè? A Christmas Carol. Over Ebenezer Scrooge, die de geesten van het verleden en het heden en de toekomst op bezoek krijgt. Hoe is dat ontstaan dat jullie zeiden van ja, we willen eigenlijk dat oude, dat klassieke kerstverhaal oppakken en een nieuwe vorm geven? Nou, dat was meer eigenlijk Ellen en Pitbo en Imme die dat echt bedachten. Dus ja. Van, hey, de docenten van school. Ja, ja. Wij willen echt het gaan een ander verhaal dan het echte kerstverhaal gaan doen. Mm-hmm. En toen hebben wij daar gewoon meer op gebrainstormd hoe we het leuk onze eigen draai eraan konden geven. Ja, en jullie zijn de spelers. We hebben jullie gezien in jullie rol. Vertel nog even welke rol je had, Merel. Ja, ik ben het heden en ik ben een klasgenoot. Ah, en, ja. Een dubbelrol dus eigenlijk. Ja. Ja. En jij, Lotte? Ja, ik ben Marleen, de vriendin van Caroline, zeg maar. En hoe is dat? Hoe leef je je dan in? Speel je dan in de rol die je hebt gespeeld een heel ander iemand dan jezelf bent? Nou, dat viel dit jaar best wel mee, want we krijgen het script natuurlijk, maar er staan geen rolbeschrijvingen bij, zeg maar. Oh, ja. Dus uit de tekst moet je een beetje ophalen wie je bent. En daardoor kan je ook zelf nog een beetje bepalen hoe je bent en hoe je speelt. Ja. En ik denk dat ik dit jaar wel een rol had die wel heel erg goed bij me paste. En ook wel mm-hmm. een beetje op mij leek, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja. Want vertel nog even heel kort wat precies de rol van die vriendin is. Ja, nou, ik ben eigenlijk een vriendin. Eigenlijk in de brugklas was ik dus een vriendin van Caroline. Mm-hmm. En we hebben daar eigenlijk een ruzie gekregen ooit. En daarna hebben we elkaar nooit meer gesproken. Totdat zij mij weer belde een keer. En zeg maar zo... Zo hebben we elkaar weer gesproken. Ja, ja, wat natuurlijk een verrassend moment is in het verhaal. Ja. Dat er ineens weer contact is. En ja, dat is natuurlijk een beetje ongemakkelijk en zo. Ja. En wat gebeurt er dan? Hè? En hoe is het voor jou? Want ja, jij speelt dus het heden, hè, zei je. Ja. En hoe speel je het heden, vraag ik me dan af. Ik ben ook vrij, zeg maar, een beetje enthousiast. Mm-hmm. De hele tijd moet ik een beetje spelen. Dus dat is gewoon inleven en dan gewoon... spelen en ja, geest proberen te zijn. Een geest proberen te zijn, ja, wauw, ga er maar aan staan. Ja. En zeg maar die enthousiaste rol van iemand die heel present is dat ook iets wat bij jou past? Of heb je daarvoor erg over je schaduw moeten staan? Nee, ik vind het op zich past het wel bij mij. Ja. En ik vind het wel leuk om te doen ook. En, ja. Nou, dat stuk gaat dus over dat er een verbroken contact is. En dat de hoofdpersoon en dus ook jij als de vriendin, dat jullie je afvragen, ja, kunnen we ergens weer toch elkaar weer vinden? En ik vraag me af of dat iets is wat je ergens ook herkent. Zeg eens hoe jij dat beleeft. Ik denk dat het ook gewoon miscommunicatie tussen die twee vriendinnen was. Dat het mm-hmm. een groot deel is. Dat ze elkaar eigenlijk elkaar de schuld gaven en door eigenlijk weer met elkaar te praten. Want dat eigenlijk... Dat is altijd zo. Als je met elkaar gaat praten, hoor je eigenlijk twee kanten van het verhaal. En dan kan je het ook uitpraten. Dus ik denk dat dat ook heel veel
gewoon gebeurt met mensen die dan niet elkaar begrijpen en niet elkaar accepteren en door te praten weer eigenlijk weer in contact komen. Ja, ja. En jullie als schrijvers, hebben jullie hier ook over nagedacht, hè, van dat thema van hoe kun je elkaar bereiken als je elkaar een beetje kwijt bent of als je juist heel verschillende mensen bent, hoe kun je dan toch contact maken? Is dat iets wat je herkent uit de klas bijvoorbeeld of uit je eigen omgeving of... Nou, iedereen heeft wel de vrienden waar je een beetje mee wegvalt, maar waar je wel hele goede vriendinnen mee bent. Dus dan is het, wil je dat wel weer goed maken. En dat is zo jammer dat het soms gewoon niet gebeurt, als het zo'n goede vriendschap was. En dat is wel goed uitgebeeld ook hoe er gewoon miscommunicaties zijn en niet een vriendschap echt gewoon perfect is en altijd hetzelfde denkt, dat ze hetzelfde mens. Hoe gaan jullie daar op school mee om? Met dat mensen gewoon ook heel verschillend in het leven kunnen staan? Nou, volgens mij accepteren we dat veel op school. En we leren ook dat je je eigen mening moet kunnen hebben. En ook hoe je een goede eigen mening kan vormen en die kan onderbouwen. Mm-hmm. En dus ook om die van anderen te respecteren en ook te proberen te horen, zodat je ook later in het leven dan goed met anderen om kan gaan. Mm-hmm. En is dat ook een beetje de kerstmessage, de boodschap van het stuk die jullie willen uitdragen? Ja, gewoon ja, dat je jezelf kunt zijn en ja, dat je elkaar moet respecteren. Dat is wel de boodschap ervan. Ja, nou, het lijkt me een fantastische kerstboodschap die Heemskerk en omgeving wel ter harte kan nemen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het stuk al en nu ook voor het gesprek. Fijne kerst gewenst. Ja, ook.